Hallo en welkom bij de videotutorial hoe maak ik van een stukje tekst een link naar een andere pagina, een andere site of hoe open ik een pop-up daarmee. Oké, nou we staan nog steeds op onze demo site. Ik log weer in zoals gebruikelijk. Hopelijk gaat het helemaal goed. Nee, hier heb ik vaker last van dat ik de eerste keer toch een verkeerd wachtwoord invoer. Laat zien dat het systeem functioneert. Oké, de vorige keer was ik gebleven bij het aanpassen van stukken tekst. Ik ga dezezelfde pagina gebruiken om een tekstlink te maken. Nou, ik klik weer op het symbooltje om de pagina te editen. En ik ga eens eventjes een mooi stukje tekst uitzoeken. Stel dat ik hier had staan, klik hier voor meer informatie. En ik wil dus het stukje tekst, klik hier, laten fungeren als link. Ik selecteer dan dat stukje tekst. Ik ga op zoek naar het ankersymbooltje. Daar staat ook insert link bij. Ik klik daarop. En dan krijg ik een pop-up venster waar ik van alles en nog wat mee kan. Ik kan hier onder de URL invoeren van een pagina die niet van mezelf is. Bijvoorbeeld veronica.nl. Ja, en dan wil ik natuurlijk niet dat mijn site aan de kant geschoven wordt. Dus dan zou ik ook kiezen om als target een nieuw window, oftewel een nieuw venster te pakken. Als ik het hierbij laat en ik zeg insert, dan heeft hij er een link van gemaakt. En kan ik ook direct kijken of het werkt. Ik zie het hier. De link is dus roze of lichtgrijs bij ons ingesteld. Als ik met mijn muis overheen ga, dan krijgt hij een lijntje en wordt hij roze. Klik ik erop, dan opent een nieuw venster met daarin dus de site die ik heb aangegeven. Nou, ik ga weer terug. Ga weer naar edit. Ga ik weer dat stukje tekst selecteren. Zo, dan klik ik weer op het ankersymbool. Vervolgens haal ik dit hier weg. Want hieronder hebben we ook de link browser. En met de link browser kan ik naar allerlei onderdelen binnen mijn site linken. Ik kan naar een contactpersoon van onze site linken. Ik kan naar de content of een tekstpagina, een artikel linken. Bijvoorbeeld naar een nieuwsbericht uit de groep nieuwsbericht actueel. Bijvoorbeeld nieuwsbericht nummer 1. Hij zorgt er dan voor dat de URL of de koppeling hier in het vak URL komt te staan. En dan hoef ik natuurlijk niet te zeggen open in een nieuw venster. Want ik wil dan graag dat de mensen op mijn eigen site blijven. Als ik dat update en opsla en ga checken. Dan zie ik ook dat ik daadwerkelijk naar het nieuwsbericht verspring. Dus dat is een tweede methode om met spullen van je eigen of te linken naar onderdelen van je eigen site. Nou, een andere methode is, ik selecteer de tekst, ik klik weer op het linksymbool. We kunnen ook naar een knop of een van de knoppen uit ons menu verwijzen. De meeste content hangt natuurlijk ook vast aan een button, maar dat is niet in alle gevallen zo. En de functie van een knop kan ook heel anders zijn. Dus het kan heel goed mogelijk zijn dat je juist naar een button, naar de home button wil verwijzen. Nou, dat werkt dus hetzelfde als dat je naar een stukje content verwijst. Weblinks, dat is als je een pagina hebt toegevoegd aan je eigen site waarin je gebruik maakt van het invoeren van links. Hè, dus links van partners of andere bedrijven. Dan krijg je hieronder, net zoals onder menu en content, een lijstje van de links die je daarin hebt toegevoegd. Nou, dan hebben we nog een tabje geavanceerd. Nou, dit is meer voor degene die dieper ingaan op de materie, met daar ook verstand van hebben. Dat gaan we in deze tutorial verder niet toelichten. En we hebben nog een stukje tab pop-ups. Nou, die is wel interessant, want hiermee kan je dus vensters openen binnen een zogenaamde dimmed layer. Als we hier kiezen voor JCE Media Box pop-ups, en dan kan ik het pop-up icon aan of uitzetten. Ik zal hem aanlaten. Dan zien we straks wat daarmee bedoeld wordt. Dan ga ik weer terug naar links. En dan gebruik ik als URL eventjes weer www.veronica.nl. Om te laten zien hoe dat eruit ziet. Ik update het weer.
slaat op. Nou, als eerste, het icoon wat net besproken werd, of je die wel of niet wil vertonen, dat gaat om dit symbooltje. Nou, om de link ook even te testen en te laten zien wat of er dan gebeurt. Dus als we op de link klikken, dan opent het dus een zogenaamde dimmed layer, waarin dus de nieuwe site volvertoond wordt. Nou, dat is dan niet echt handig voor het volvertonen van een site, maar het is wel bijvoorbeeld heel erg handig bij het gebruik van het uitvergroten van afbeeldingen. Dat kan ik ook laten zien. Dan gaan we meteen de link ook even aanpassen. Ik selecteer weer de tekst, het ankertje. We gaan naar de regel halen we weg. We gaan hier, die houden we aan. De pop-up icon, die zetten we dus op nee. En vervolgens wil ik een plaatje op laten poppen. Dan kies ik hier bij de regel URL niet voor e-mail, want dat kan ook. Je kan ook een e-mail openen, maar voor browse. Klik daarop, dan krijg ik dus een overzicht van mijn mapjes. Om te beginnen in de hoofddirectory staan hier wat voorbeeldmapjes met voorbeeldfoto's. Dus als ik hier eventjes een mapje open, bijvoorbeeld food, en ik ga daarin kijken en ik kies een willekeurig plaatje. Het is een broodje, is niet erg spannend, maar toch, ik ga hem gebruiken. Ik selecteer die en ik zeg insert, dan zet hij daar dus de URL neer. Nou, als we dit updaten en opslaan, dan zien we in ieder geval dat het gekke tekentje verdwenen is. En als ik erop klik, dan komt het plaatje van het broodje. Het is helaas niet groter als dit, maar netjes in beeld. Dus dat is een mooie weergave of een mooie manier van het gebruik van tekstlinks. Nou, ditzelfde principe geldt ook voor afbeeldingen en video's. En dat laten we in de volgende tutorial zien. Bedankt voor uw aandacht.